Ik spreek met de minister-president. Ja, meneer, de mensen maken zich nu toch echt zorgen. De Zeelandse vluchtelingen zeggen dat de voorzieningen die ze van de overheid hebben gekregen onvoldoende beschermen tegen het water. Dat de caravans van de overheid geen oplossing zijn tegen de stijgende water. Ja, er zijn zeker zorgen en die hoor ik ook. Maar mensen wisten al decennia lang dat dit eraan zat te komen. Ze hadden ook eerder kunnen verhuizen. Maar veel van deze mensen zijn daar natuurlijk in de eerste plaats naartoe gegaan om te bouwen aan de torencentrale. Ja. Die staat nu onder water. Hadden we niet veel eerder andere maatregelen moeten nemen? Ja, achteraf terugkijken is natuurlijk wel erg makkelijk. We hadden gewoon niet veel eerder moeten ingrijpen. Dus waarom hebben we dat niet gedaan?